Welkom in Noikoon. Kogel. Welkom in Berlijn. Rut, even een recap van gisteren. Hoe was het? Je kwam aan om 1 uur 's nachts, na 6 uur gereden hebben en toen? Warm ontvangen. Hoe is de B&B? Lekker, goed ontbijtje. Ja, het soort van speechless. Speechless? Ja. Ik werd... Ik heb ook geen idee wat we hebben gedaan. Ik weet dat we geld hebben verloren, om echt heel veel geld met gokken. Holy shit, dit is veel. Oké. Okay. Ik wil Dolphin Moon, Ginger Jumper. Ja, de Ginger Jumper. Holy moly. Ik ben niet zo goed in gokken. Nou, dat lag aan jou. Als ik een keer dat dan zeg je omdat jij een keer de knop drukte. En, maar we zijn naar de kroeg toe gegaan. Ja. Wat was je favoriete kroeg? Geen idee. Maar ik denk toch wel waar we geld hebben verloren. Het gokken. Boekenlach kroegje. Daar hebben we ook gedart. Met een dartbord waar je een soort van pijlen in. Hij meet. Hoe noem je zoiets? Ja, indrukt. Ja, gewoon echt. Gewoon hij maakt wel leuke geluidjes. Ja. Dartbord bestaat niet. En ik heb een rondleiding gehad van Jeroen in de Airbnb met miniatuurpoppetjes die verstopt zijn. Door Easter eggs. Ja. We zijn zo terug naar het eten. Oké. Okay. Bye. Dit is mijn achtertuin. Vertel wat meer over je achtertuin. Wist je dat dit 1,5 keer zo groot is als Monaco? Wauw. Net zo groot als Central Park. Wauw. Dat zijn de feitjes. Accelereren. Gas. Wow. Volgens mij weten ze niet dat hij ook een rugby doet. Ik ben Jeroen. Oh, hij is zo sneu. Dat jochie die weet helemaal niet dat hij zo ver. Thank you.
vind het niet eens zo lekker. Ik dacht dat het geen zo'n. Dit? Blij? Ja, altijd blij. Wat is het? Café Krentje, iets met koffie. Ja, lekker. Ik kan ook niet daarin zeggen. Triple? Forky. wacht even, ik ga het anders doen. Wat doe jij nou? Oh, kut. Oh, kut. Kut. Ja, ik heb het niet gezien. Ja. Ze zien me weer van Triple Forky. Naar binnen. Naar binnen. Oh, lekker. Niet meteen die camera uit mijn bek houden. Hoe brood je met die camera? Hé, hey, je kan het toch. Hé! Hey. Oké. Okay. Lekker. Hoe vind je ons actieve weekendje, Rut? Leuk. Ja. Ik vind het wel heftig. Ja. Zwaar leven. Kleine niet. Kijk dan, ik haal een appelschil eraf. Nu, moet je kijken, dat noemt zich een keuken. Krijg je nu een korting? Merhaba. Biz iyi bir kahvesi, Türk kahvesi içiyoruz. Ve Turkish fruit. Ben şekerli kahvesi içiyorum. Ve Rutger, sen şekersiz kahvesi içiyorsun. Danke. Afiyet olsun. Nee. Wat doe jij? Nee. Wat is dit? Waarom ben jij nagels aan het lakken in? Wat is dit? Je bent helemaal een drag queen. Je bent helemaal een Berlijnse. Omdat dit voor jou moest doen. Is dit heroin chic? Yes. Zo lelijk. Kan dit niet. Maar zo kan ik ook beter filmen. Is dat precies dit? Groen! Heb je groen? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Nee! Kut! Terugbrengen. Ik heb al... Lekker, Rut. Hoe was het gisteren? Ja, lachen. Veel hetero-mannen gezien. In korte rokjes. Welkom in Berlijn. Ja. Hoe gaat het met je nagel? Ja, goed. Zien, hoe ziet hij eruit? Ah ja, heel goed. Ja. Nog? Ja. Ja, net niks, hè? Nee.
Ja, nog keer niks. Kut, sorry. Nee, je moet niet een man zijn, gewoon bij je keuze blijven. Of geen vrouw. Hey! Boom! Yes! Zwaar leven. Zwaar leven dit. De zon schijnt eindelijk. Of, nou, hij scheen al, maar er zaten wat wolken voor vanochtend. Mm-hmm. En Berlijn mag je openbaar drinken, dus dat is chill. Proost! Donald Karabatsos, in accordance with what we think your dying wishes might well have been, we commit your final mortal remains to the bosom of the Pacific Ocean, which you loved so well. Good night, sweet prince. Hoi! Auto rem! Jeroen, welk spel gaan we spelen? Speed! 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 Omdat wij zo'n beetje de enige hier in Berlijn zijn die niet aan de speed zitten, doen we het spelletje. Ja. Proost! Jeroen met de Hidden Gems. Drie op reis. Hier zit die directeur. Hi. Hi Jeroen. Nieuwe bar, dit is ook een nieuwe bar voor mij. Ik ben benieuwd of dit wat is. Hoe heet die? Herr Lindemann. Oké, dan gaan we die in de comments zien en dan hebben we dus een betaalde ad. Ja, stuur even je comments in de comments. Ja, wat je ervan vindt. Het ziet er heel cool uit. Nu. Ja? Dit boeit me echt helemaal niks, hè? Vind jij dit wel? Zou jij dat vervelend vinden als iemand dat doet? Ja, man. Nee, ja, dat is al scrum. Nee, ik heb kijk, hij vindt het wel kut dus. Dan doet hij toch wel iemand anders. Jeroen, jammer. Ja, sorry. Welke dag is vandaag? Zondag. Nou, dat zegt dus al genoeg. Ja. Nou, dat is de dag dat de vlog ook de laatste vlogdag is. Eindelijk, Jezus. Wat jammer is dat het nu in één keer 27 graden is en de andere dagen was het 16. De hemel huilt en de hemel lacht dat Rutger weggaat. Ja, en ik lach ook, want wat ik al eerder aangaf, je hebt hier heel veel metromannen met jurken aan. Ja, nou, wel interessant toch? Maar Rut, wat voor cijfer geef je de stad? Of geef je dit verblijf? We zijn natuurlijk al bij onze derde stad. We hebben begonnen met Trier, toen Istanbul en nu Berlijn. Dat is eigenlijk best wel weinig als je ziet over hoeveel jaar dat is. Maar goed, dat moeten we zelf wat doen. Aan doen. Ik vind Berlijn als stad zijnde echt kut. Ja. Ik hou niet van Berlijn, maar het verblijf was wel leuk. Mm. En de dingen, kijk, ja, ik ben gewoon niet van die hele extreme scene en veel zwervers, veel drugs. Ik word er niet. Nee. Ik krijg geen motivatie ervan.
Dat hoeft ook niet overigens. Ik word er niet vrolijk van, laat ik zo zeggen. Maar ja, wat vind jij van Berlijn? De best, best. Vind je het echt de leukste stad waar je hebt gewoond tot nu toe? Ja. Hoe kan dat dan? Waarom? Is alles wat te doen? Ja, ja. Mensen, leuke mensen. Ik woon hier fucking mooi dichtbij het park. Ja, ja. Ruim, groen. Ruim, groen gelul. We zitten in een betonnen stad, man. Nou ja, het is ruim voor een stad, is het ruim. Ja, maar als je groen en ruim wil hebben, dan ga je op een laan wonen. Ja, maar ik wil de combinatie hebben. Ik wil wel ruim. Twello. Maar niet... Niet, ja, saai. Het is geen saaie stad. Dat is zeker waar. Ik denk dat... maar Istanbul staat wel op 1. Dank je, is oké, dank je. Maar Istanbul staat wel op 1. Dat vind ik wel een vet stad. Ja, ja, ja. Trier is natuurlijk... Ik vond Trier best. Ja, misschien... Jeroen? Okay, maar ik heb honger. Rut, bedankt voor het kijken. Kijk eens tot over een jaartje, 2 jaar, zoiets? Nee, je moet eerder. Moet eerder. Eerder? Ja. Oké, okay, nou dan eerder. Misschien Koer, volgende keer. Nee, we gaan naar... Laat in een comment achter welke stad we... Ja, laat in een comment achter welke stad we hierna moeten. En niet vergeten aan het eind van het filmpje... Duimpje omhoog. Kirsten. Doei! Dat was hem.